Daily Minutes nummer 1531 met een uitzending van vandaag 24 januari 2019. Dit is het bulletin van donderdag en dan moet ik me niet verspreken want ik ben uitzonderlijk laat. Ik ben een kwartier bezig geweest om mijn microfoon aan de praat te krijgen. Dat is niet te geloven. Er kwam gewoon geen geluid uit. Ik zag min 60 dB zag ik dat hij het wel deed, maar verder niet. Ik had gewoon een beetje in mijn hoofd om met die microfoon aan de gang te gaan. In plaats van met de losse recorder. Dus nou goed, in ieder geval heb ik het opgelost. Dat valt niet mee. Het audio bij moderne computers is nog altijd een groot probleem. Dat geldt voor Windows en dat geldt ook voor Linux. Geen zorgen dat ik me vandaag trouwens verslaap. Want dat heb ik eerder op de middag al gedaan. Nee, maar zonder gekheid. Gisteren gebeurde het dus weer. Ik ben denk ik toch, zoals ik gisteren ook al zei, nog wat oververmoeid van de drukke decemberperiode die eigenlijk al in november begon en tot in januari doorgaat. Inmiddels zit ik ook al met een drukke januariperiode. Goed, ik heb wat nieuwsberichten. Tijdens de maansverduistering, ook aangeduid met bloedmaan van 21 januari, gebeurde er nog iets bijzonders. De maan werd tijdens de verduistering getroffen door een meteoroïde. Door de verduisterde maan was de vuurbal die dat veroorzaakte goed te zien en veel amateurastronomen die namen het verschijnsel dan ook waar. Op de website spaceweather.com is een artikel hierover te vinden, inclusief een foto van de vuurbal. De website ARRL.org meldt dat de zogenaamde shutdown bij de Amerikaanse overheid, die momenteel al 33 dagen duurt, ervoor heeft gezorgd dat er een enorme stapel aan aanvragen voor amateurcalls van onder andere geslaagden ligt te wachten. De shutdown heeft er niet alleen voor gezorgd dat mensen die net geslaagd zijn moeten wachten. Net als in de UK moeten amateurs in de VS zelf eraan denken om na zoveel jaar tijd hun vergunning te verlengen. En door de shutdown zijn er inmiddels ook een aanzienlijk aantal amateurs van wie de vergunning inmiddels verlopen is en door de shutdown niet kan worden verlengd. Deze amateurs kunnen echter wel digitale verlenging aanvragen en ze mogen blijven werken als ze zo'n aanvraag hebben gedaan. Als de shutdown echter nog lang duurt, dan kan daar een einde aan komen. Deze zogenaamde gratieperiode heeft een maximale limiet van 2 jaar werken met een aangevraagde verlenging. En FCC heeft aangegeven dat deze periode van 2 jaar niet automatisch zal worden verlengd. Voor wie het niet gevolgd heeft, waar draait het allemaal om? Sinds een tijdje wordt het Huis van Afgevaardigden in de VS niet meer gedomineerd door de partij van de zittende president. De meerderheid in het huis weigert nu de door de president voorgestelde begroting goed te keuren, vanwege één belangrijk punt van een aantal miljarden dollars in omvang. Deze zijden, de president en het huis, weigeren nu een strawberry toe te geven. Het gevolg hiervan is dat een aantal niet-essentiële overheidsorganisaties er niet meer werkt. In de praktijk betekent dit dat het kantoor, waar onder andere ook een groot deel van de FCC onder valt, is gesloten. Personeel zit thuis en ontvangt over de niet gewerkte dagen ook geen salaris. De gevolgen voor die mensen zijn natuurlijk nog aanzienlijk groter dan voor de gedupeerde amateurs. Het is absoluut onzeker hoe lang deze situatie nog kan blijven duren. Beide partijen hebben de hakken tot nu toe stevig in het zand gezet. Het duurt nog even, maar op 9 maart wordt in Kootwijkerbroek de tweede DCAS HF Week Signaldag gehouden. De HF Week Signaldag is speciaal bedoeld voor amateurs die graag met HF-banden bezig zijn. Vooral interesse hebben in de X-werk, contesten, verschillende landen werken. Maar ook amateurs die graag met datzelfde doel aan het knutselen zijn. Bouwen van apparatuur, antennes en een compleet amateurstation is dus onder andere een onderwerp van deze dag. Amateurs die graag een uitdaging zoeken en de radioamateurhobby als deel van hun leven beschouwen. Van het voorkomen van storingen tot aan propagatiemetingen op 80 meter en verder een vergelijk tussen moderne SDR-transceivers. Daarnaast is er aandacht voor Summits on the Air, ook bekend als SOTA. Er zijn 2 zalen voor presentaties en demonstratie van apparatuur waarbij meegenomen zelfbouw zeer zeker welkom is. Voorop staan verder de contacten met de andere aanwezigen. Plaats delict is dit jaar de Essenburg, Schoonbeekhof 1 in Kootwijkerbroek. Er is voor een sympathiek bedrag koffie en lunch te koop en ook bier en eventueel wat sterkers is verkrijgbaar. Het wordt de prijs gesteld als je je vooraf voor deze dag aanmeldt. Dat kan bij PA0 Echo Hotel Golf, PNL-EHG@amsat.org. De DCAS HF Week Signaldag dus op 9 maart aanstaande.
In deze tijd van reageerders op allerlei onderwerpen via internet is ook de kritiek op de amateurorganisaties groot. Voor de mensen die deze kritiek hebben, met name kritiek op de Veron, is er nu de kans om hier iets aan te doen. De Veron zoekt namelijk vrijwilligers. Wil je daadwerkelijk iets bijdragen? Op de website van Veron.nl staat een item onder de titel Vrijwilliger bij de Veron. Vele handen maken licht werk. Daar kun je zien waar de grootste amateurvereniging van dit land, die geheel op vrijwilligers draait, op momenteel naar op zoek is en je kunt jezelf daar aanmelden. Oké, ik heb DECAS genoemd en de Veron, dan nu de VZA. VZA heeft een nieuwe afdeling, afdeling Amsteland. Op maandag 4 maart aanstaande is de eerste bijeenkomst van de nieuwe afdeling in Café de Pont aan de Buikslotenweg nummer 3, waar je vanaf het Centraal Station in Amsterdam met een fietspont naartoe kunt. Het bestuur van de afdeling nodigt haar leden uit om op deze avond kennis te komen maken. Dat geldt uiteraard ook voor andere in de hobby geïnteresseerde radio- of luisteramateurs. Het eerste drankje is op rekening van de afdeling, zo meldt het bericht op VZA.nl. Website van de nieuwe afdeling is www.pi4asd.nl. Ja, vanwege het geknutsel met microfoons en het programma Audacity komt data vandaag helaas te vervallen. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending in www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.